manier dat je op de kunstacademie les krijgt, dat is al heel erg gebaseerd op ideeën van Bauhaus. Dus het zit ergens gewoon in ons bloed. Voor mij persoonlijk begon het met het ontwerpen van Gunther Stölzel. Het heeft die abstractie, maar het heeft ook een hele speelsheid die nog heel actueel ook voelt. Ik gebruik in mijn werk heel vaak de kunstgeschiedenis als bron. Dat boeken eigenlijk zo'n soort self-contained ding zijn of een uitbreiding van je eigen geheugen. Dus ik gebruik die boeken en de reproducties van werken daarin als bron voor nieuw werk. Met name de moderne kunst, zeg maar, van de vorige eeuw, daar kom ik eigenlijk steeds weer bij op uit. En dat begint dan vaak gewoon bij een simpele fascinatie voor een bepaalde beeldtaal of voor een beeld. Bauhaus is daar dan natuurlijk een onderdeel van. Als je in die geschiedenis, meer in die geschiedenis duikt, of dat het eigenlijk ook dat het veel levendiger en ook een hele vrolijke bedoeling was. En bijvoorbeeld met die Gunther Stölzel Fünf Chöre, waar ik het werk op gebaseerd heb, dan in al die boeken heb je vijf verschillende reproducties qua kleur, zeg maar. Dan zie je enorm grote kleurverschillen. Dus dat vind ik al interessant eigenlijk, gegeven dat daar al een verandering optreedt. Wat ik heb gedaan is fragmenten daarvan geselecteerd uit dat werk. En ik heb het origineel ook zelf nooit gezien. Dus ik vind het juist interessant dat ik het toch vanuit alleen maar die boeken doe. En daar fragmenten uit natekenen. Door zo'n werk opnieuw in elkaar te zetten, ontstaan er die verschillen. Foutjes of lijnen lopen niet helemaal recht. In het beeld wat ik maak, werk ik zelf ook weer met herhaling. Dus soms wordt een fragment eigenlijk twee keer herhaald. En een ander werk wordt het meerdere keren herhaald. Daar zitten ook kleine verschillen in. En die zijn niet direct misschien waarneembaar. Maar als je beter gaat kijken, voel je dat die dus niet identiek zijn. Dat hoop ik eigenlijk dat een toeschouwer dat ook voelt. Ik wist eigenlijk meteen dat ik wel graag wilde weven, omdat Gunther Stölzel, ja, dat was echt een weefster en ik wilde in die techniek duiken. Dat weven is ook zo'n complex geheel, wat nieuw voor je is. Van welke garens gaan we gebruiken? De kleuren veranderen iets. De hele structuur van de bindingen van de weefsels zijn niet hetzelfde zoals in het origineel waarschijnlijk. Ontwikkeld daar in het textiellab. Ja, daarmee maak je natuurlijk echt de textuur en de kleuren van de garens. Daarmee maak je het uiteindelijke beeld pas echt. Daardoor zijn de productontwikkelaars ook heel belangrijk geweest, omdat zij haar ideeën konden aandragen. Je bent heel technisch bezig. Uiteindelijk wordt het ding wel weer heel gevoelsmatig. Je wilt die stof ook altijd aanraken. Dan hebben we steeds testjes gewoven. Dan had je te maken met kleine foutjes, gekke verspringingen, omdat de garen steeds verspringen die weer in het weefsel komen. En dat soort foutjes en onregelmatigheden, ja, die heb ik steeds gekeken van, is dit bruikbaar of niet? Soms juist expres erin laten zitten of soms meer gaan gebruiken, zeg maar. Ja, je hebt eigenlijk ook heel erg te maken met de beperkingen van die techniek. En dat is ook het mooie van Bauhaus, dat ze daar ook heel erg mee werkten en daar ook de grenzen in opzochten. Ik vind het leuk dat je vaak zitobjecten hebt in de tentoonstelling. Daar werk ik vaker mee met krukjes. Gebaseerd op bekende Bauhaus ontwerpen. Dat je in ieder geval voelt dat het dus die stof gebruikt kan worden. Dus dat het niet alleen maar kunst aan de muur is. Ik denk zeker dat de dingen uit terugkomen. Ja, die ik weer kan gebruiken en wel weer gebruik kan maken van die techniek.